In deze video toon ik je hoe je een PDF-document kan bewerken in SprintPlus Online. Meld je aan en open een PDF-document. Klik op het tabblad Bewerken. Wil je tekst typen in je boek? Druk dan op de T in je werkbalk of op je toetsenbord. Je ziet nu dat de teksttool aanstaat. Klik nu op de plek waar je wilt typen. Typ je tekst. Komijn. Wil je graag nalezen wat je getypt hebt? Gebruik dan een van de leesknoppen om je antwoord te beluisteren. Een konijn is een dier met lange oren en een klein staartje. Je kan SprintPlus ook laten spreken tijdens het typen, zodat je schrijffouten meteen hoort. Zet spreken tijdens het typen aan in de spraakinstellingen. Standaard staat de tekstkleur in het blauw, zodat de leerkracht goed kan zien welke tekst er al stond. En welke tekst jij invulde. Wil je typen in een andere kleur? Druk dan op het driehoekje naast de typeknop. Klik op een kleur naar keuze. Er zijn nog heel wat zaken die je kan kiezen. Hoe groot moet mijn tekst zijn? Je kan ook je lettertype kiezen en tekst in het vet of cursief zetten. Wil je na het typen je tekst groter of kleiner maken? Klik de getypte tekst aan en druk op de plus om je tekst groter te maken. Druk op min om je tekst te verkleinen. Heb je een fout gemaakt? Gebruik dan de knopjes Ongedaan maken of Opnieuw om je laatste bewerkingen ongedaan te maken. Naast de Typeknop zie je de knop die je nodig hebt om tekst te onderlijnen of door te halen. Klik op het driehoekje om te wisselen van functionaliteit. Of om de kleur te wijzigen. Het markeren werkt op dezelfde manier. Klik op de markeerknop om hem aan te zetten of gebruik de sneltoets. Druk op het driehoekje om de kleur te wijzigen. De muis verandert in een markeerstift. Je kan tekst markeren op twee manieren. Dubbelklik op een woord of selecteer tekst. Op deze manier markeer je ook zelfgetypte tekst. Heb je te veel gemarkeerd? Gebruik de knoppen ongedaan maken en opnieuw of gebruik de wistift. Met de wistift kan je alles verwijderen behalve je zelfgetypte tekst. Ben je klaar met bewerken en wil je terug voorlezen? Druk op de selectieknop of op je taptoets op je toetsenbord. Je kan afbeeldingen toevoegen aan je PDF-bestand. Verbeteren kan je met behulp van de stempels. Afbeeldingen en stempels kan je ook wissen met de wisstift.